De wereldwijde schaarste aan containers zal ook zijn tol eisen in Suriname. Volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken zal dit een nadelig effect hebben op de retailhandel en de consumentenprijzen. Er is nog steeds een containercrisis wereldwijd. Er zijn nog steeds onzekerheden wat betreft de COVID-pandemie. De containerprijzen stijgen nog steeds. Daarnaast begrijpt u van containerprijzen stijgen, transportkosten stijgen. De prijzen van goederen stijgen ook mede vanwege de container en de transportkosten. En daarnaast hebben we ook van, op grond daarvan zijn dan ook hogere invoerrechten. Misschien wel hetzelfde percentages, maar als een grondslag verhoogd wordt van kosten, de CIF-prijs wat genoemd wordt, dan zullen we uiteindelijk inderdaad stijgende prijzen hebben. Door het tekort zijn de prijzen van grondstoffen gestegen. Dit heeft ook gevolgen voor de export van producten vanuit Suriname. Volgens de EZ-minister is er nog geen zicht op een oplossing. De vraag en aanbod spelen het vraagstuk parten. Door dit wereldwijd probleem is de productie van voedsel ook gestremd met nadelige gevolgen voor de winkelprijzen. Vanuit Suriname kunnen we helaas niet de wereldmarktprijzen dusdanig beïnvloeden. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van de beschikbaarheid van containers. Helaas worden er geen containers in Suriname geproduceerd, dus de prijs zal betaald moeten worden als we willen dat grondstoffen en andere goederen Suriname bereiken. Dus dat is inderdaad een situatie die wereldwijd, waar de hele wereld mee is geconfronteerd, dus ook Suriname. De regering houdt de kwestie scherp in de gaten. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk denken verschillende ondernemers munt te slaan uit deze situatie. Maar vanuit de regering zijn er al plannen om de controle op te voeren. De regering van Tokie Brunswijk, wij als leidinggevende, moeten een duidelijk beleid loslaten op wat betreft de controle van de prijzen. Het baart ons zorgen. Het wordt een wild west. Iedereen komt in de winkel, zet zijn prijs wat hij wil. De overheid moet duidelijk prijzen controleur zetten. De overheid moet gewoon zeggen van een liter spijsolie kost zoveel. Je weet toch hoeveel procent mag een investeerder maken op een liter olie? Je kijkt naar de import en zoveel percentage mag je erop gooien. Maar iedereen zet zijn eigen prijs en dat wordt niet gecontroleerd. En we hebben ook gisteren met de president duidelijk gezegd van we gaan wat betreft het beleid van prijscontrole omgooien. We gaan kijken wat het werkelijk moet zijn, dan gaan we daarvoor betalen. Maar je kan niet zo zijn dat vandaag A, prijs B, morgen enzovoort. Dat gaan we niet meer doen.